Hallo jongens, mijn naam is de Digital Toaster en welkom weer bij een case review. Vandaag reviewen we de Corsair Spec 03 case. Deze video is jullie gebracht door VG Computers. Koop of stel je eigen high-end computer samen voor gaming of andere toepassingen. Als we de case uit de doos halen, zien we natuurlijk één ding dat opvalt in deze case niet zo groot is. Dit is namelijk omdat de case een mid-tower case is. Op de doos staan drie dingen en dat is een high airflow, een industrial good looks en easy to use modern layout. Een airflow, dat zullen we zelfs nog allemaal moeten zien. Een industrial look, ja, dat kunnen we misschien wel een beetje zien met de grills hier van voor, met de de brede making of hoe dat je het ook zegt, langs de zijkanten. En ik zal de case nog eens even rondhuizen zodat jullie alle kanten kunnen zien. En dat is zo wat de buitenkant. Wat zien we nog op de buitenkant? Is hier van voor twee USB 3 poorten, een headphone jack, een microfoon jack, een aanknop en een resetknop natuurlijk. Langs de bovenkant zien of jullie het goed zien, een grill. Deze grill staat zoals jullie al zien niet in het midden. En dat zal denk ik zijn voor de airflow. Als we de case openhalen, gaan we het misschien beter kunnen snappen. Dus het zijpaneel is eraf, dat leggen we even aan de kant. Iets dat meteen van de eerste keer opvalt, is dat ze zeker hun plek eigenlijk, hun plaats voor de mid-tower case, zeer goed benut hebben. We zien hier langs de bovenkant twee plaatsen voor CD of DVD drive. Dan moet je hier gewoon langs de voorkant ze alle twee eruit duwen. En dan kunnen we die plaatsen gebruiken. Hier van onder zien we drie plaatsen voor quick swap slots voor een hard drive. Dus dat is voor uw hard drive gewoon gemakkelijk in te plaatsen, een beetje vast te zetten of er gemakkelijk snel terug uit te klikken. En dan hier bovenop zien we nog twee SSD drives op een manier dat ik echt nog nooit eerder heb gezien. Normaal is het gewoon dat je je plaatje moet vastzetten en je SSD erop plaatsen. En dit is eigenlijk echt gewoon echt recht uw SSD erin schuiven. Ik zal even zorgen dat jullie het misschien een beetje beter kunnen zien. Dus je gaat gewoon echt gewoon uw SSD hier erin schuiven en een beetje vastzetten. En die kun je dan ook gemakkelijk terug uithalen. Wat zien we nog in de case is één fan hier van voor. Met rode LED's vermoed ik. Die zullen we straks eens testen en aansluiten. En dan nog één 120 mm fan langs de achterkant. Dan hadden we al gezegd dat de case zou zogezegd een goede airflow moeten hebben. We zien dat hier langs de bovenkant nu die grill. Waarom zou die eigenlijk niet in het midden staan om een betere look te hebben? Nee, die staat echt recht boven uw componenten om mooie frisse lucht eigenlijk op uw componenten te kunnen blazen. Deze case kan ook gebruikt worden voor waterkoeling. We zien hier langs de achterkant twee plaatsen waar dat uw darmen voor de waterkoeling kunnen in- of uitgaan. En moest je nu natuurlijk niet genoeg plek hebben in je case, kun je natuurlijk altijd je radiator van boven op de case plaatsen. Langs de onderkant van de case hier zien we nog een extra grill waar je natuurlijk altijd een extra fan kunt opblazen. Of gewoon voor de fan van je power supply natuurlijk. En we zien hier ook dat ze een soort filter hebben voor stof. Niet echt een filter, dat is gemaakt om te vervangen, om eruit te halen en te kuisen vermoed ik. Want het zit heel redelijk goed vast. Maar ik vermoed wel dat je het wel kunt eruit halen om te wassen, zolang je maar voorzichtig bent met het terug erin te plaatsen. Wat me ook meteen opvalt is dat de achterkant redelijk open is. Ik heb al cases gehad waarbij daar hier het nog toe was, waarbij dat je met je hand helemaal de rond moest gaan om iets aan te sluiten. Maar bij deze Corsair case is echt heel de achterkant heel open, dus alles is gemakkelijk bereikbaar. Wat is er nu nog bijgeleverd bij de case? Als we dit naar achter trekken, kunnen we deze doosje eruit halen. En dan gaan we natuurlijk eens zien wat er allemaal in zit. Oké, het doosje is open. We gaan eens kijken wat er allemaal in zit. Wat valt me meteen op? En dat is dat er verschrikkelijk veel schroeven in zit. Ik denk dat Corsair niet op hun budget kijkt om een paar schroeven extra mee te leveren. Moest je die kwijt zijn. Wat er ook in zit, wat ze redelijk vaak tegenwoordig doen, maar niet echt iedereen doet dat, is zip ties. Zip ties zijn gemakkelijk om je cable management proper te houden, om wat kabels bij elkaar te trekken of gewoon een beetje aan de kant vast te hangen. En dat doen niet echt elke case en zeker als ze er zoveel mee geven, is het altijd gemakkelijk om je case proper en gemakkelijk allemaal in elkaar te steken. Oké, ik heb dus even de fan langs de voorkant aangesloten en je zou misschien denken, Alexander, en de tweede fan daaronder dan? Nou, er is namelijk maar één fan. Hier langs de bovenkant wel een mooie rode fan. Je ziet het aan de rode LED. Mooie,
De fan is doorzichtig, maar hij heeft mooie rode leds erin. En eronder is namelijk geen fan, wat dat er echt niet uitziet zo. Maar er is wel plaats voor een extra fan. Maar dan moeten al wat extra moeite gaan doen, zie ik. Dan moeten al veel schroeven gaan losmaken om dan uiteindelijk nog een tweede fan te gaan plaatsen. Dus dit was mijn review van de Corsair Spec 03. Heb je nog enige vragen of heb je graag je mening? Dus dit was mijn review van de Corsair Spec 03. Case, heb je nog vragen of zou je graag gewoon je mening willen achterlaten? De comment sectie below is altijd open natuurlijk voor jullie reacties. Vergeet natuurlijk zeker geen like achter te laten, een comment en te abonneren als je nog niet hebt geabonneerd. En ik zie jullie de volgende keer jongens. Ciao.